Als Altimers zich ergens mee tegenaan gaat bemoeien, dan beeft de stad en dan gaan de dingen hopelijk een keer veranderen. Want wat is nou het verhaal? Er is een beeldje bij het Verwulf, dat is gemaakt door Verkade. En dat beeldje is een beetje verstopt tussen, nou ja, van alles en nog wat, allerlei fietsen, reclameborden en weet ik veel wat. En toen zei Ad, nou ja, dat moet verplaatst worden, dat moet verhuisd worden. Maar er zitten allemaal mooie redenen achter. Ad, welkom in de studio, goedenavond. Goedenavond. Ten eerste, wat betekent dat beeldje voor jou? Het beeldje van Verkade, dat is een bloemenmeisje. Ja, het beeld uit een bloemenmeisje wat een bloem prikt bij een passant tijdens een bloemencorso. Het is een gegeven geweest dat in 1955 eigenlijk is ontstaan. De gedachte van Wim Helvenstein, een journalist. En de toenmalige VVV-directeur, meneer Van Willigen. Om een clubje dames, jonge meisjes op te roepen. En dan Haarlem Bloemenstad eigenlijk een beetje cachet te geven naar het land zelf, de stad zelf, maar ook internationaal. Nou, dat is goed uitgepakt allemaal. En ter gelegenheid van dat goed lopende gebeuren, wat onder een bezielende leiding is geweest van Ria Hooy, is daar een verzoek gedaan door een bedrijf aan de Kleine Houtweg om een beeltenis te maken na 25 jaar jubileum. En dat is toen gemaakt door Kees Verkade, ook een geboren Haarlemmer. Dat is gerealiseerd. Het beeld is tot stand gekomen door het bedrijf en die is het geplaatst op het Stationsplein in 1979. 6 april is dat onthuld door Ria Hooy, door meneer Van Willigen. En ja, het VVV-kantoor was daar eigenlijk ook geplaatst. En op een gegeven moment is dat verhuisd in rond 2008 naar het Verwulft. Een locatie. Het verhuisde mee met de VVV. Het VVV ging verhuizen naar het Verwulft toe. Een niet al te grootse locatie, maar het was tijdelijk eventjes een goede overstap. Ja, en het beeld is meegegaan. Ja. Ja, het prachtige dat beeld. Dat hoort bij de VVV. Ja, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ja, onlosmakelijk, dat zeker. En nou, dat is daar geplaatst. En het VVV-kantoor is rond 2013 eindelijk naar de toplocatie gekomen binnen het stadhuis in de Vierschaar beneden, waar ze nu heerlijk huisvesten. En alleen het beeld is daar nog steeds blijven staan op het Verwulft. Maar dat is waar het dus om gaat. Hè? Het is, ja. Tot nu toe is het altijd meegegaan. VVV ging ergens heen. Het beeldje gaat ook mee. Weet je wel? Zo is het idee. Ja. En nu is het een aantal jaar geleden is de VVV verhuisd van het Verwulft naar de Grote Markt. 2013 was het, geloof ik. 2013. Ja. En ever since staat dat beeldje daar nog steeds heels alleen op dat Verwulft. Maar ja, het is ook een verschrikkelijk ontsierend gezicht als je het op dit moment dagelijks ziet. Ja. Er staan scooters omheen, er staan fietsen omheen. Er staat een tafel bij, dat mensen daar gerechten kunnen nutteren. Het is heel ondankbaar, heel vervelend ten aanzien van de maker. Ja, het staat ook tussen reclameborden, scooters het en van alles. Niet uit. Ja. Het ziet er niet uit. Maar je hebt diverse berichten gedaan. Je hebt contact gehad ook met Annemarije Hogenborst van Haarlem Marketing. Nou, zij heeft inmiddels ook activiteiten ontplooit en dergelijke. Maar ja, op dit moment is het stadhuis natuurlijk in de steigers. Die wordt ook goed opgeknapt. Die wordt weer heel mooi als vernauwd en dergelijke. Nou, nu is het alleen maar hopen. En ik heb inmiddels begrepen, het laatste bericht, dat ze het VVV ermee bezig is om het beeld toch een verplaatsing te laten ondergaan vanaf het Verwulf naar de Grote Markt. Ja, wat goed. Alleen is het toch even te kijken waar de locatie zal komen dan. Dus, ja, want ik hoorde al vanmiddag een verontruste Luc Hals, een man die onder andere organisator is van Haarlem Culinair. Als het maar niet op de Grote Markt komt, want we hebben problemen met het opbouwen van Haarlem Culinair. Wat had je voor, is er een suggestie vanuit jou waar dat beeld dan zou moeten staan? Ik heb zelf een gedachte eigenlijk. Ik heb ook een foto toegestuurd. Die is doorgestuurd naar de afdeling Culturele Zaken. Dus die nemen het op. Denkelijk ook al de zoveelste foto die ik heen gestuurd. Maar dat geeft niet. Ik bedoel, ik weet de werkzaamheden op het stadhuis bij sommige mensen. En ik heb aangegeven, ja, als je voor het stadhuis staat, voor de Vierschaar, voor de VVV-kantoor, een klein beetje aan de linkerkant, heb ik een arcering neergelegd waar die dan heel mooi zou kunnen staan. Als tweede optie zou die ietsje tegen de muur kunnen staan, maar wel dicht bij het VVV-kantoor waar het gewoon bij hoort. Ja. En voor de mensen die denken van, joh, dat beeld heb ik nog nooit gezien. Het is van Kees Verkade, natuurlijk een bekende Haarlemse kunstenaar. Die is december 2020 is hij overleden. Ja, ja. Hij heeft meer beelden in de stad staan. Dit beeld kende ik dus ook echt niet. Ik wilde vandaag een foto maken.
maken ervan. Dat is leuk voor mensen die tv kijken, kunnen ze zien wat het is. Ik heb echt lopen zoeken waar het is. Ja, het gaat dus voor de ingang voor de wok. Ja. Daar staat hij nu op dit moment. Ja. Heel totaal ingepakt, wat ik al zei, met fietsen, scooters en dergelijke. Compleet ontsierend. Maar Kees Verkade heeft nog meer mooie beelden in Haarlem gemaakt. Onder andere de winkel en de vrouwen. In de Grote Houtstraat vanuit 66. Daar is ook al een keertje wat mee gebeurd. Die heeft een vrachtwagen van een zeeman een keertje omgereden. Dat is gelukkig beeld. met Kees Verkade zijn beelden gebeuren van allerlei leuke dingen. Heeft dat beeld de vrachtwagen van zeeman omgereden? Nee, de zeeman-vrachtwagen heeft het beeld omgereden. Zeeman ging achteruit en het was pats. Maar gelukkig was dat gefilmd, dus het is gauw geregeld. Maar hij heeft ook nog een mooi beeld van Poppen de Boer aan de Parklaan. Ja. Schitterend mooi. En hij heeft ook een super kop, zoals ze altijd plegen te zeggen, de beeldhouwers. Van, hoe heet je nou die man? Ja. Ik zit te denken, maar we zoeken het nog wel even op. In Overveen. Dus dit wordt vervolgd. Dit wordt vervolgd. Binnenkort, we gaan weer updates hierover. Binnenkort krijgen we een verhuisbericht. Ja.